Goed, zometeen vieren we een nogal wrang jubileum. Maar eerst staan we stil bij de grootste uitgave die we in ons leven doen. Een huis. En deze week is dat een heus kasteel. Welkom kasteel Ter Borgen Schinnen. Komt u binnen. Het is een oud kasteel wat ongeveer 26 jaar geleden door mijn ouders is aangeschaft. En wij hebben hier, vroeger heeft mijn vader hier een eigen zaak gehad, zijn eigen antiekzaak gehad. Wij hebben totaal met 5 broers en we hebben allemaal een andere visie. En je ouders? Ouders zijn beide overleden. Het was eigenlijk de droom van mijn ouders geweest dat wij met ons 5 broers hier gingen wonen. Maar iedereen heeft toch zijn eigen keuzes, zijn eigen dingen gemaakt wat hij verder aan zijn leven wil. En dan past dat gewoon niet bij. Terwijl het wel een voorrecht was om hier te mogen opgroeien. Ruimte, de natuur, konden vissen, konden naar het bos. Alles, ja, alles was hier in de buurt. Gewoon hoefde nergens naartoe voor plezier. Het pand heeft ongeveer een 35 ruimtes, kamers. Daarnaast heeft het pand 4 hectare grond. En daarnaast heeft het een grote binnenplaats van plusminus 40 bij 40 meter. Maar ongeveer 35 kamers, ja. Je weet het nog niet helemaal zeker? Nee, zo groot is het. Kijk, ik heb ze niet allemaal nageteld. Dat is wel een heel bijzondere ruimte, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Zelf ben ik hier gedoopt. En ja, het is toch wel speciaal dat je thuis gedoopt kan worden. En de hele inrichting krijgt een nieuwe koper die erbij? Dat is altijd een overleg mogelijk. De vraagprijs is €2.750.000. Dat is inclusief alle grond en het molenhuis dat vooraan gelegen is. 35 kamers, 4 hectare grond. Prachtig, Jaap, vind je niet? Ik heb er geen enkele belangstelling voor. Ben je toch zuur de hele tijd over je huis? Nee, want waarom zou ik daar mijn geld in steken? Dan koop ik liever een mooi huis in Amsterdam. Dan kan ik tenminste nog naar een leuk concert of uit eten gaan. Maar in Amsterdam heb je niet die ruimte, heb je niet dat enorme grasveld. En al die festivals en al die segways en toeristen. Dat is waar, maar dan heb je ook weer een bewaker voor de deur staan die ze weghoudt. Maar Jaap, je zou geen bed and breakfast willen beginnen? Het lijkt me echt iets voor jou. Vreselijk, moet er niet aan denken, Arnoud. Als jij een afwashulp wordt, vind ik het goed. Maar nee hoor, het is niet in mij besteed, dit soort trots.